Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik heb zojuist mijn eigen nageltjes gedaan. Ik heb nog getwijfeld of ik het filmen van deze nagels in de vlog zou laten zien of niet. Maar ik heb uiteindelijk besloten om hier gewoon een aparte video over te maken. Dus deze video staat waarschijnlijk al online. En dit is dus het begin van een nieuwe vlog. En ja, ik ga niet meer beloven dat ik nagels ga filmen of wat ik ga filmen. Ik heb geen idee. Het is nu weekend. Het is vandaag zaterdag, eind van de middag. En ik heb nu dus lekker weekend. Ik heb vanmorgen nog gewerkt. En ja, net heb ik dus nog snel even mijn eigen nagels gedaan. Deze hand moest nog gebeuren. Dus ik dacht, ik film het meteen. Want jullie zijn altijd heel benieuwd hoe ik mijn eigen nagels doe. Het is dus weer zo'n tropische nail art geworden. Ik vind hem echt super leuk. Dat is dus van deze nageltjes. Hier heb ik dus ook al een hele uitgebreide video over gemaakt. Maar goed, dat heb ik dus gedaan. En komende week is weer een drukke week. Dus ik ga echt weer gewoon proberen te filmen. En volgende week is het beurs. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet zeker weet of ik naar de beurs ga. Maar het is ook sowieso open huis bij Magnetic Nail Design in Kaatsheuvel. Daar ga ik sowieso naartoe. En ik ga daar ook gewoon proberen te filmen. Dus dat zul je later in deze vlog nog wel kunnen zien. Dus er staan wel een hoop leuke dingen gepland voor deze week. Er komen nog een aantal leuke pakketjes binnen. Dus ik ga er gewoon weer een leuke vlog van proberen te maken. Ik ben weer bezig met een leuke nail art. Ik twijfel nog of ik hier een video van ga maken. Ik heb namelijk leuke kleine paashaasjes gemaakt. Ik ben er nog niet helemaal tevreden over. Ik heb er nu een aantal gemaakt. Ik moest het even uitproberen. Ik vind ze wel cute, maar ik twijfel. En het is wel op zich leuk om hier een video over te maken. Maar het is best wel een gepriegel. En ik vind het gewoon heel moeilijk, denk ik, om dit te filmen. Want toen ik dit aan het schilderen was, zat ik echt met mijn neus erbovenop. Dus dat is ja, bijna niet te doen om dat goed op de camera te krijgen. Dus ik ga nog even een beetje verder uitproberen. Ik heb hier trouwens nog een ander leuk voorbeeldje gemaakt. Leuk met die streepjes, dus die past er echt heel leuk bij zo. En ja, ik ga even kijken of ik hier een leuke paas nail art van kan maken. En dan, ja, als die helemaal naar mijn zin is, dan ga ik daar nog wel een aparte video van maken. Dus heel misschien staat die al online als je deze vlog ziet. Of misschien heb ik wel besloten om er helemaal geen video van te maken. Ja, dan kan dat misschien nog na deze vlog. Maar ja, dan is het waarschijnlijk al wel bijna Pasen. Dus ja, ik weet het nog niet. Het is even een twijfelgevalletje. Ik ben hier inmiddels al wel een uur mee bezig, denk ik, om dit allemaal te schilderen. Ik heb hiervoor trouwens de buttercreams van Light Elegance gebruikt. Die zijn echt ontzettend goed om mee te schilderen, hoor. Echt ideaal. En dat lijmgroene kleurtje wat ik dus gebruikt heb, dat is... Even kijken waar die staat, hoor. Oh, hij stond helemaal aan de andere kant van de tafel. Maar dat is dus Serena van de Gel Bottle. Ook echt zo'n toffe kleur. Ik heb hem inmiddels al een paar keer gedaan bij mijn klanten. En dat is gewoon echt een heel leuk voorjaarskleurtje. En zeker voor Pasen. Dus ik vond deze combi wel erg leuk zo. Dus ik ga even kijken of ik er nog wat andere dingetjes mee kan maken. Dus het is nog even een surprise. Dus of ik maak er een video over of jullie moeten het hiermee doen. Ik heb het in ieder geval geschilderd en ik had wat verschillende designtjes opgezocht. Want dit is bijvoorbeeld een van de voorbeeldjes die ik had gezien. En die is van Terrence Nails op Instagram. Die naam zie je daar, dus daar mogen de credits naartoe. Ik heb nog wel een aantal andere voorbeeldjes gezien en ik heb er een beetje een combi van gemaakt. Want zij had bijvoorbeeld van die ronde oortjes, vond ik minder leuk. En ik heb er zelf van die rechte oortjes van gemaakt. Maar de bloemetjes daarboven en zo heb ik wel helemaal net als deze gedaan. Ook de oogjes. En zij had nog op deze nagel wat van die stipjes. Dus dat kan ik misschien ook nog eens proberen. Dus dit was een beetje mijn inspiratie. En oh, deze had ik ook nog. Die is van Nailed It Beauty. En die had, oh ja, kijk, zij had die puntige oortjes. Die vond ik eigenlijk leuker. En zij heeft weer een dicht oogje. Dus die zijn ook wel heel cute. Dus hier heb ik een beetje een combi van gemaakt. En ik heb nog wat andere plaatjes gezocht. Want het valt niet mee om een paashaas te tekenen. Maar goed, dit is het geworden. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En of jullie het dus leuk vinden om hier een video over te zien. Misschien dat ik hem wel even op Instagram plaats. En dan vraag ik het gewoon of jullie hier een tutorial van willen zien. Het is inmiddels zaterdag nu en ja, zoals gewoonlijk heb ik weer niet heel veel gevlogd deze week. Maar morgen ga ik dus naar het open huis bij Magnetic in Kaatsheuvel, Magnetic Brabant. Het is dit weekend beurs in Utrecht, maar ik ga er niet naartoe. Ik had het zo ontzettend druk. Ik had het misschien vandaag nog willen proberen, maar ik moest vanmorgen nog werken en vanmiddag had ik het ook nog druk.
En zoals je misschien kan horen ben ik ook behoorlijk verkouden. Dus ik dacht, laat ik het maar niet doen. Ik ga gewoon lekker morgen op mijn gemak. En daar heb ik ook super veel zin in. Ik neem altijd dit doosje mee. Dit is een penseelkoffertje. Ja, hoe noem je dit eigenlijk? Ja, een klein kistje, koffertje waar ik dus al mijn penselen in bewaar. Die ik meeneem. Vaak zitten er nog wel wat standaard dingetjes in. Hier zitten bijvoorbeeld een aantal van die hele fijne penseeltjes in. Van Magnetic zijn deze ook, geloof ik. Die bewaar ik hier meestal in. Ik heb hier zo'n lekkere fluffy brush. Die gebruik ik meestal voor glitters. Ik heb zo'n siliconen dingetje erin. Hier nog een penseeltje. Dit is nog een beetje zo'n waaienpenseel. Wat dotting tools. Een schaartje. Dit zit er meestal gewoon standaard in. En hier nog een pincetje. Dus dit zijn altijd wel handige dingen die je vaak ook gewoon nodig hebt tijdens een workshop. Meestal kun je daar ook alles wel lenen en je kan alles wel van iemand anders gebruiken. Maar ik vind het zelf gewoon fijn om alles bij te hebben. Dan ga ik hier nog eventjes tussen al mijn penseeltjes kijken wat ik eventueel nog nodig heb. Misschien dat ik hier nog wat van die penselen meeneem. Een beetje een smalletje. Maar in principe zit hij er al in hoor. Maar ik kan even kijken wat er nog mee kan. Even zien hoor, wat er nog meer mee kan. Dit vind ik altijd wel een fijne voor glitters. Deze gebruik ik voor 3D bloemetjes. Nu weet ik niet of we dat gaan doen, maar mijn ombre penseeltje neem ik ook mee. Je weet nooit. En ik neem ook even dit ding mee. Hier kun je heel makkelijk steentjes mee oppakken. Dus dit doe ik er dadelijk ook even in. Even kijken of ik dat hier een beetje netjes in kan doen. Maar meestal ligt het er allemaal los in. En dan moet ik gewoon even voorzichtig het bakje open doen, dat niet meteen alles eruit valt. Maar ik denk dat ik zo wel voldoende heb. En zoals ik al zei, je kan daar altijd dingetjes lenen hoor, van iemand als je dat nodig hebt. Nou, dit kleine schuine penseeltje neem ik ook nog mee. Dan neem ik voor de zekerheid ook nog wat tipjes mee. Die zitten hierin. En dit zijn die kleintjes. Die liet ik laatst al zien in een AliShop-log. Want dit zijn die korte stokjes, zeg maar. En daar neem ik gewoon even een aantal van mee. Daar kan ik daarop oefenen. Ook die krijg je tijdens de workshop. Maar soms tussendoor, als ik nog even wat extra tijd heb, wil ik soms even een extra voorbeeldje maken. Of nog even snel iets anders uitproberen. Dus daarom neem ik liever ook altijd nog wat van die extra mee. Dus dat neem ik mee. Ik denk dat dat zo wel voldoende is. Dus als het goed is, kan die mooi dicht. Op slot. En zo kan ik hem mooi meenemen. Volgens mij hebben we de stempelproducten niet nodig. Maar ik ga even kijken, want anders neem ik ook nog even een klein bakje mee waar ik mijn stempelkussentje apart nog in doe. Want die is toch eigenlijk wel fijn om te gebruiken. En ik weet niet of we iets met stempels gaan doen, maar ik denk dat ik hem voor de zekerheid wel meeneem. Want ik vind het gewoon altijd fijn om met mijn eigen spullen te werken. Dus dit ga ik alvast even klaarzetten, want morgenochtend ga ik op tijd weg. Dus dan kan ik dit in mijn tas doen en dan kan ik meteen door. Ik ga proberen te vloggen en ik weet niet of het gaat lukken. Ik weet ook niet of het mag en ik weet niet of ik tijdens de workshop iets kan doen. Maar ik ga het zeker proberen, dus hopelijk zien jullie het nog. En anders kan ik misschien ook nog wel een shoplog laten zien van de producten die ik daar heb meegenomen. Hey, ik ben nu inmiddels aangekomen bij Magnetic Brabant in Kaatsheuvel. En zoals je ziet op mijn gezicht, denk ik, schijnt het zonnetje lekker. Dus ik hoop dat ik een beetje in beeld ben. Of misschien maar beter van niet, want zoals je kan horen ben ik ook echt nog mega verkouden. Maar goed, ik ga er nu lekker heen. De workshop begint over 20 minuutjes, denk ik. Dus ik kan nog eventjes rondkijken. En tijdens de workshop ga ik ook wat dingen proberen te filmen. Dus ik zie jullie later weer.
Hey, ik ben weer terug thuis. Jullie hebben net kunnen zien dat ik bij de workshop ben geweest bij Magnetic Brabant in Kaatsheuvel. Het was superleuk. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. Ik heb hier en daar wat proberen te filmen, dus ik hoop dat het een beetje gelukt is. We hebben een hoop leuke dingen geleerd. We hebben echt veel gedaan, dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is geweest. Ik zal hier de voorbeeldjes eens even laten zien. Ik heb ze hier op de tafel liggen. Dit zijn onder andere de dingen die we hebben gedaan. Superleuk. Ik heb hier ook 3 volle tassen met allemaal spullen. Ik ga hier even alles wegleggen en dan ga ik je laten zien wat ik allemaal geshopt heb. Oké, ik heb hier alles weggelegd. Ik moet eerlijk zeggen, het is niet zo heel erg interessant. Het is vooral weer een hoop voorraad dingetjes die ik eigenlijk altijd wel heb. Dus als je mijn shopblogs vaker hebt gezien, dan weet je precies wat ik heb genomen. Natuurlijk weer veilen. Ik heb de brush wipes, dat zijn die grotere wipejes. En de nail wipes, dat zijn die kleintjes. Ik heb wat van die table towels, dus van die dingen die ik over mijn tafel leg. En deze. En hier werk ik dus op. Even kijken hoor. Dan heb ik hier een setje met verschillende kleintjes acryl. En dit zijn die kleine acryltjes waar ik altijd die 3D bloemetjes mee maak. Ik zag dat hier ook weer een wit in zit. En volgens mij is het een zwart of heel donkerbruin. Verder nog wat mooie zachte kleurtjes, wat nude tinten. Dus ik dacht, dit is wel heel leuk om ook voor die bloemetjes te gebruiken. Ik heb 2 van die andere setjes, die zagen jullie al vaker voorbij komen. Laatst heb ik ook een hele nail art gemaakt met die 3D bloemen. Een hele video heb ik daarover gemaakt. Maar dit setje had ik nog niet en deze kleuren vond ik ook heel mooi. Dus ik dacht, die neem ik ook nog even mee. Dan heb ik hier nog een stempelplaat. Volgens mij is het een van de nieuwere. En hier staan leuke unicorns op. En ik wil binnenkort nog een unicorn nail art gaan maken. Dus misschien dat ik deze plaat daarvoor ga gebruiken. Dan heb ik hier nog 3 nagelriem olietjes liggen. Deze gebruik ik bij mijn klanten en ook voor de verkoop. Dus die had ik weer nodig. Dit zijn wel hele leuke dingen. Hier hebben we een mooie nail art meegemaakt. Dat hebben we gedaan met deze. Een beetje die army look. En dat is gedaan met de van die airbrush stencils. En die kun je dus op de nagels doen. Daar hebben we echt leuke dingen mee gedaan. En daar kun je ook heel veel leuke dingen mee doen. Ze liet wat dingetjes zien. En waarschijnlijk wil ik hier nog wel een video over gaan maken. Dus als je daar benieuwd naar bent, laat het dan ook zeker even weten. Ik heb verschillende patroontjes. Ja, het is heel moeilijk te zien nu. Maar ik denk dat ze wel heel erg leuk zijn. Dus daar ga ik zeker nog mee aan de slag. En alle credits trouwens van de nail art gaan naar Anjo, hè. Zij heeft de workshop gedaan. Echt een superleuke dame. En zij verzint altijd weer leuke dingen. Dus ja, ik vond het echt weer een hele leuke workshop. Dit zijn de paper pellets. Dat zijn die papiertjes waar ik altijd mijn kloddertjes gelpolish op leg. Ik knip deze altijd in kleinere stukjes. Want eigenlijk is één zo'n papiertje altijd veel te groot om te gebruiken. Je hebt nooit zo'n heel groot velletje nodig. Dus meestal knip ik er een hoop in kleine stukjes en die bewaar ik gewoon in mijn laadje. Dus ideaal om op te werken. Dan heb ik hier nog een kleeracryl. Ik heb nog zo'n grote pot staan. En ik vind het soms wel fijn om een kleinere te nemen, zodat ik weer een mooi schoon potje heb. Dan hadden ze, dit is wel ook iets nieuws, de nieuwe Supreme Finish Top Gel. En dit schijnt echt de beste van de beste te zijn. Dus ik dacht natuurlijk, die moet ik proberen. Dus ik heb er meteen maar 2 meegenomen. Ik hoop dat die goed bevalt. En ook een nieuwe matte topcoat hebben ze nog. Dus ook die ga ik proberen. Verder heb ik hier nog de hand cleanser. Dus deze gebruik ik om de nagels te desinfecteren voordat ik ga beginnen. Dus dat is een beetje wat ik heb meegenomen. Ze hadden echt heel veel nieuwe dingen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik een hoop van die dingen al had. Van andere merken en zo. Ze hadden bijvoorbeeld ook hele leuke nieuwe neonpigmenten. Die hebben we dus voor deze nail art gebruikt. Maar ja, neonpigmenten bestaan al zo lang. En die heb ik ook al heel lang in mijn collectie. Dus die had ik ook niet nodig. Ook de color drops, dus die inktdruppeltjes. Die hebben ze nu ook. Hebben we ook leuke nail arts meegemaakt. Daar heb ik deze meegemaakt. Maar ja, jullie kennen ze inmiddels al wel. En ik heb ze al heel vaak ook in video's laten zien. Die heb ik al van verschillende merken. Dus ik heb ze deze keer niet meegenomen. Want ik dacht, ja, eigenlijk zijn ze allemaal precies hetzelfde. Maar goed, als jij graag met de Magnetic producten wilt werken, kun je daar zeker eens naar kijken. En verder hadden ze nog wat nieuwe glitters, chroompigmenten. Ja, een hoop nieuwe dingen wel. Maar ja, zoals ik al zei, een hoop dingen die ik al wel in mijn collectie had. Dus ik heb me ingehouden. Niet heel veel spectaculaire dingen. Maar wel weer leuke dingen geleerd. Weer leuke inspiratie opgedaan. Dus daar ga ik zeker nog mee aan de slag de komende tijd. En dan ga ik nu ook meteen weer de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, doe dan zeker weer je duimpje omhoog. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer.